denk dat bij de nieuwelingen al duidelijk was dat Sven vooral technisch een krak was. Hij won ook veel koersen, maar ja, er is nog geen garantie dat je het dan als prof gaat maken. Het was een vinnig manneke, dus technisch was hij zeer goed. Je zag dat al van zijn 20 jaar was. Dan heeft hij zijn eigen redelijk rap opgewerkt. Een paar maal wereldkampioen geworden met de belofte. En ja, dan weet ik genoeg dat hem enorm veel talent en aandacht heeft. We hebben een Belgische wereldkampioen en hij heet Sven Nys. Dat was zijn eerste ritterwedstrijd die hij op de weg betwiste. Ja, dacht zijn moeder dat hij nooit ging overleven. Dacht dat hij uit een concentratiekramp kwam. Zo slecht zag hij eruit. Maar hij is er sterker van geworden en heeft zijn lichaam door de jaren heen getraind, gehard. De allereerste wat ik eigenlijk van Nys onthouden heb, hè, dus, en dan spreek ik eigenlijk van de juniores, dat was hij een geweldige expert in het nemen van hindernissen. En dan spreek ik eigenlijk direct over balken en noem maar op. Maar dan de eerste grote confrontatie, ook de grote teleurstelling voor mezelf, dat was een A-cross weliswaar. Dus profs, ik denk zelfs ik, kampioen van België. En dan een provinciale kampioen, Sven Nys aan de start. En in volle finale springt daar dat kereltje over een beek en die gaat daar met de zege lopen. Eerste ontmoeting met Sven Nys, nooit niet meer vergeten. Sven was een hele moeilijke tegenstander. Ik was iemand die heel sterk was in de finale, in de laatste ronde. En de enige die er meestal nog beter in was, was Sven. Ik heb heel veel op hem gevloekt, omdat het was heel moeilijk om hem naar de finish te rijden of met hem in duel te gaan. Hè. Ik zeg het, dat was een heel sterke beer en je verliest zelf altijd niet graag als renner, dus het was moeilijk. Hè. Wij zijn overgekomen met Bart Welles. Dus dat waren toen de twee opkomende jongens eigenlijk. En, dus in die tijd was Welles zelfs nog iets beter, vond ik. Maar met de jaren is hij natuurlijk beter geworden. Als ze Nys een naam uitspraken, ja, dan was het ook die van Welles. En omgekeerd ook, die periode. En toen is alles in een heel grote stroomversnelling gekomen en dan zijn we echt wel concurrenten geworden. Dat is altijd wel plezant geweest, maar ik denk vooral in die periode ja, dat echt de mensen ja, over twee renners echt wel spraken. En dan de oude garde, waaronder dan een Van der Poel, een Groenendaal, een Mario de Klerk. Maar ik ben blij dat ik ja, bij hem eigenlijk mee zijn groot geworden. Ja, dat was soms hart tegen hart, hè. Maar dat was plezant. Dat koersrijden was een van de mooiste periodes in mijn leven. Uiteindelijk ben ik blij dat ik dat gehad heb en dat ik tegen hem heb kunnen koersrijden en dat ik daarvan kunnen genieten. Generaties vergelijken kun je niet, maar van de generatie de laatste 15, 20 jaar is hij wel de beste. Sven is altijd iemand die door veel mensen zal herinnerd worden als iemand die de mensen gaf wat ze voor kwamen. Sport op het hoogste niveau. Goh, ik denk dat Sven in de categorie van de allergrootste zit. Ik denk dat dat heel logisch is. Als je ziet welk palmarès hij kan ernaast leggen. Hij heeft naam gemaakt, hij heeft een statuut opgebouwd in deze sport een van de allergrootste, dus hij zal dat zeker zijn leven lang meedragen en dat is wel dik verdiend ook. Sven, ja, dat is niet tussen de kampioenen, dat is boven de kampioenen, dat is buiten categorie, zoals ze de Colts wel eens noemen in de Tour. In het veldritwereldje is hij gewoon een van de drie absolute grote. Winner ruled the world.